Thijs van Leeuwen, een 3-0 overwinning op Helmond Sport. Met een hele belangrijke rol voor jou volgens mij. Ja, ik denk dat het slechter had gekund inderdaad. Ja, goaltje erbij. Of ja, erbij. Mocht even lang duren de eerste, maar hij ligt erin. En een penalty veroorzaakt. Mooi om belangrijk te zijn. Nou, bij dat doelpunt komen we zo. Laten we eerst even bij de eerste helft beginnen. Je veroorzaakt die penalty. Ja. Je staat hier met een flinke zak ijs op je voet. Wat gebeurde er? Ja, het bewijs die staat op mijn voet. Dus mocht er nog enige twijfel over zijn, kunnen ze even langskomen. Dus ja, gewoon duidelijk penal lijkt mij. Ja, je bent een beetje in je rug gelopen en daarna op je voet geraakt. Ja, hij trok me iets aan de schouders. Ik ging zo en toen stond hij ook nog even op mijn voet. Dus hij wou graag dat er penalty werd, denk ik. Ja. Ja. Dan in de tweede helft. Ja, eindelijk die lang verwachte goal van jou. Daar kwam even wat emotie in vrij volgens mij. Ja, ik ben een paar keer dichtbij geweest, maar nu ligt hij er eindelijk in. Dan schreeuwde ik het voor mij wel even uit. Ja, zeker wat frustratie. Ja. Mooi om te zien altijd. Dan word je op een gegeven moment gewisseld. Was dat ook een beetje omdat je last begon te krijgen van je voet? Of, Niet dat ik weet. Ik weet de reden verder niet, maar gewoon een frisse kracht. Dus nooit wat mis mee. Ik had liever uitgespeeld, maar het was niet anders. Volgende week weer een nieuwe thuiswedstrijd. Daarom. Met nog een nieuwe goal. Gaan we voor. Die weddenschap staat dan. Hoeveel? Zeg jij het maar. Klein tientje. Laten we daarmee beginnen. Oké, doen we. Top, thanks.